Er zijn opnieuw honden vergiftigd in de buurt van de Limburglaan in Someren-Heide en het Keelven in Someren. Audrey Bruins, dierenarts bij het veterinair centrum Someren, vertelt waar hondenbezitters op moeten letten. We gaan even praten over die honden die vergiftigd zijn. Vertel eens het verhaal, wat is er gebeurd? Ja, afgelopen zondag werd ik gebeld in de spoeddienst dat twee honden eigenlijk vergiftigingsverschijnselen vertoonden. Dus ik heb die mensen gezegd meteen naar de praktijk te komen en ik ben zelf ook meteen hierheen gereden. En onderweg naar de praktijk heeft een van die twee honden heeft een worst uitgebraakt die doormidden was gesneden en waar blauwe korrels in zaten. En die was samengebonden met een elastiekje. Ja. Die andere hond die heb ik hier laten braken en dat gal wat eruit kwam was ook blauw van kleur. Ja. Dus het was vrij duidelijk dat het om een vergiftiging ging. En wist meteen wat voor vergiftiging? Nee, dat wist ik niet direct, maar die honden waren eventjes weg geweest, die waren ontsnapt van het erf. En die symptomen traden eigenlijk zo snel op, ze waren maar heel kort weg geweest. Dus we vermoeden dat het om slakkengif gaat, gezien de snelheid van het optreden. Ja, je ziet meteen als een hond vergiftigd is, in dit geval? Ja, vrij snel. Dus de klachten die ze kunnen opmerken zijn dat ze gaan kwijlen, deze honden gingen ook echt trillen. Ze kunnen gaan overgeven, diarree krijgen. Ze gingen echt heel wankel lopen. Ze kijken ook wat gek uit de ogen. Wat denk je dan, als je zoiets meemaakt? Ja, in eerste instantie wil je gewoon die dieren erdoor heen helpen. Dus dat is wat als eerste wat telt. Dus je handelt gewoon. Maar je gaat daarna wel denken van wat moet ik hiermee? En toen heb ik wel besloten dat het wel mijn plicht is om eigenlijk de buurt te waarschuwen. En toen heb ik ook melding gemaakt bij de politie. Ja, zou ook foto's op Facebook verschijnen van zeg maar van die worst? Ja, die heb ik op Facebook gezet. Ja. Het is niet de eerste keer dat daar gebeurt. Want het is gebeurd rond het Keelven. Ja, het is in de buurt van het Keelven gebeurd. De plek exact is onbekend. In de buurt van het Limburglaan, geloof ik. En vorig jaar, in maart, zijn er ook dieren vergiftigd daar. En die hond is helaas overleden. Maar daar verder weet ik niet zoveel van. Ja, hoe maken deze honden het nu? Ja, die maken het goed. Dus die eigenaren zijn echt op tijd erbij geweest. Dus wat dat betreft hebben ze echt geluk gehad. Want ze waren wel echt duidelijk al vergiftigingsverschijnselen aan het vertonen. Maar ja, gelukkig gaat het nu goed. Er is dus iemand die honden vergiftigt, bewust of wat denk je? Het kan ook zijn dat ze het neerzetten voor de vossen of zwijnen. Daar schijnen toch wat mensen last van te hebben, zeker van de vossen, dat die de kippen en zo opeten. Maar het effect blijft hetzelfde, dus als andere dieren het eten, ja, die kunnen daar ook aan overlijden. Ja, het heeft wel veel impact, hè? Ja, het is... Voor hondenbezitters wordt het nu angstige tijden als je daar op het Keelven rondloopt. Ja, absoluut, want er zijn weinig honden die een lekker worstje laten liggen. Ja. Ja. Wat stel je nu voor? Waar moeten ze op letten? Ja, ik zou vooral heel alert zijn. Dus als je iets ziet wat verdacht eruit ziet, zou ik sowieso even melding maken bij de politie via 144. En hou je hond aangelijnd. En als je op het moment dat je denkt dat hij iets gegeten heeft, neem gewoon even contact op met ons. Dat we voor de zekerheid misschien kunnen laten braken. En als er vergiftigingsverschijnselen zijn, ja, wacht niet, twijfel niet, bel meteen. Ook al is het 's avonds of 's nachts, gewoon bellen.